Gaat over motie 2. Andrew Tate is een verkrachter en een mensensmokkelaar. Dus ik denk dat in Roemenië toch nog best wel een gezonde rechtsstaat aanwezig is. En dat terecht gewoon een crimineel daar is opgepakt. Eindelijk. Ja, we hebben hier de goede gewoonte om zaken die onder de rechter zijn, niet om daar niet op vooruit te lopen. Dat is in strijd met de trias politica. Dit zijn allemaal aantijgingen die, ja, toen ik doseerde een tijd strafrecht, was het zo dat als iemand zei dat diegene zeker wist dat iemand de dader was, dat diegene ofwel slachtoffer was, maar waarschijnlijk vooral medeplichtige aan een daad.